Hallo, welkom bij weer een nieuwe video van Halflingers King & Bo. Vandaag gaan we King scheren. Hij is al 2 keer geschoren dit jaar, maar zoals jullie zien is het weer nodig. Wat gaan we gebruiken vandaag? We hebben het grote scheerapparaat, dit is een Heidegger Progress. En het kleine scheerapparaat is een Sectulin 200. Die Sweeney. Het hoofd en de overgangen van zijn benen en zo even goed te doen. De rest van het lijf gaan we met het grote scheerapparaat doen. Je hebt natuurlijk ook olie nodig om tussendoor je scheerapparaat te olieën, zodat er niet te veel vel in komt en hij niet vast kan lopen. Dan gaan we beginnen. Wij beginnen altijd achteraan met scheren. Normaal gesproken doen we de dag van tevoren al de benen opscheren. Omdat King best wel vervelend is met zijn benen, maar nu doen we dat als laatste. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I laat je met het scheren van zijn bil, zeg maar, bij de staart, laat je hier een driehoek staan. Meestal zoiets ongeveer. Maar wij vinden het mooier als hij eraf is, dus wij scheren hem tot hier. Ik ga jullie nu wel laten zien hoe je de driehoek maakt. En daarna ga ik jullie laten zien hoe dat wij hem altijd laten staan. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on. Zorg er ook goed voor dat je ze overal even verlapt, want zoals je hier ziet ben ik er nog niet zo tegen ingegaan. En dan zie je dat er wat haar blijft staan. Finding life
Dit gedeelte moet er nog even netjes af, anders als je een hengstenvlek maakt, dan zie je dat natuurlijk nog staan. Niet zo mooi. Ja, merrievlek, correctie, sorry. Het hoofd doen we ook als laatste, want dat vergt veel tijd en daar wordt meneer chagrijnig van als dat te lang duurt. Ik ga jullie even laten zien dat we die altijd grotendeels weg proberen te werken. Ik heb eerst zo tegen de haren ingeschoren. En als je dat alleen maar doet, dan krijg je dus deze banen. Dus wat wij zo meteen doen, we trekken de huid strak. En dan gaan we er via zo, zeg maar, nog een keer tegen de haren in. En dan is de streep zo goed als weg. Even met de tondeuse doen. Ik heb het opzetstuk 3 mm erop gezet, zoals jullie zien. Anders scheert hij veel korter dan de rest en dat is echt vet lelijk. Vet lelijk. Daar gaan we. I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Uitgedaan. Bedankt voor het kijken naar onze video en tot de volgende keer.